Burgerbelangen over Betuwe heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de extra bijdrage die voetbalclub SV Spero gaat ontvangen. Het geldbedrag komt hun kant op omdat de verbouwing van de kleedkamers duurder uitvalt dan gedacht. Het gaat om een tekort van 100.000 euro, waarvan nu de helft wordt opgevangen door de gemeente. Art Op de Weeg van Burgerbelangen over Betuwe geeft aan dat het niet de eerste keer is dat de gemeente financiële steun geeft aan de voetbalclub voor de verbouwing. 2 jaar geleden, 2016, 400.000 euro beschikbaar gesteld om de kleedkamer hier op niveau te brengen. Vorig jaar, toen dat te weinig bleek, zelfs nog op een motie van BBO, die raadsbreed gesteund is, een borgstelling voor 350.000 euro er nog achteraan gegeven en 30.000 euro voor bijkomende kosten. En dit jaar blijkt dat er 100.000 euro tekort komt en daar heeft de gemeente weer 50.000 euro bij gedaan. En daar zat hem wat ons betreft een klein beetje de pijn. Wethouder van Sport en Financiën Wijn ter Hol laat in een reactie weten. In 2013 besloot de gemeente om stapsgewijs meer verantwoordelijkheden in het beheer van de buitensportaccommodaties over te dragen aan de buitensportverenigingen. Met alle voetbalverenigingen zijn in 2015 maatwerkafspraken gemaakt voor de overdracht van het beheer van de kleedkamers. De manier waarop het college zonder overleg met de raad extra geld belooft aan de voetbalclub laat volgens Op de Weeg te wensen over. Nou, we hebben in eerste instantie gewoon de Koningsweg gekozen door een aantal schriftelijke vragen te stellen. En daar wachten wij het antwoord op af. Ik denk niet dat Spero zich zorgen hoeft te maken, maar het gaat ons met name en dan laat het heel duidelijk zijn op de procedure die gevolgd is. Een antwoord op de collegevragen valt binnen 30 dagen te verwachten.